geloven. Ik kan niet geloven. Het is 5 jaar geleden, nog maar 5 jaar geleden, dat FC Twente kampioen van Nederland werd. De titel leidde tot uitzinnige vreugde in Enschede en omgeving en tot ongekende taferelen op de snelweg A1. Mei 2010. Het lijkt een eeuwigheid geleden. In het seizoen 2009-2010 heeft FC Twente een uitgebalanceerde selectie. Een mix van talent en ervaring. En dat leidt ertoe dat de Tukkers al snel lijstaanvoerder worden van de Eredivisie. En blijven. En dan komt het cruciale uitduel tegen directe concurrent PSV. Manolev, vrij. Nu moet de voorzet goed zijn. Die is goed. Koevermans, 1-0. We kwamen 1-0 achter, doelpunt van Koevermans. Die hem bij de eerste paal inkopt. In de lange hoek volgens mij. En toen actie van Brian Ruiz. Ja, die begon net zoals Renssebrink met een gigantische mooie solo. En die speelde Blaise helemaal vrij voor de keeper. Koevo die schiet hem heel relaxed binnen en 1-1. Ruiz. Eigenlijk nog nauwelijks gezien. Brian Ruiz wordt goed uit de wedstrijd gehouden door de jonge Jagos Vukovic. Maar nu Ruiz met een goed paasje op Koevo. En dan is het raak. En staat Brian Ruiz toch weer aan de basis van een Twente goal. En dat gelijkspel was eigenlijk een punt dat PSV afhaakte voor de titel in ieder geval. Daar was Ajax eigenlijk alleen nog maar over. Ja, voor ons was het in dat seizoen denk ik een heel normale zaak dat wij die wedstrijd niet zouden gaan verliezen. Want volgens mij hebben we heel weinig verloren in dat jaar. En zo blijft FC Twente bovenaan staan. Tot groot ongenoegen van iedereen die Ajax een warm hart toedraagt. De ploeg van trainer Martin Jol wint bij de vleet, maar komt amper dichterbij. In Amsterdam werden ze volgens mij steeds benauwder dat ze geen kampioen gingen worden. Dus die legde ook steeds meer druk daarop. En die kwamen steeds meer in interviews en in kranten op tv. Ik weet nog dat Sjaak Zwart bij de Wereld Draait Door een hele grote mond had. En Martin Jol die steeds meer erover begon te zeggen. En Demi de Zeeuw die me irriteerde. Dus dat kwam steeds meer in de media terecht. En ja, dat irriteerde ons wel. En het gaf ons ook wel extra kracht, moet ik zeggen. Als je dan weer op de club kwam, dan was er bij iedereen wel redelijk bekend wat er gezegd was. Dus ja, dan wordt er wel om gelachen. Maar ja, uiteindelijk moet je het gewoon op het veld laten zien. Want op het moment door de week is het heel makkelijk. Maar in het weekend moet je het op het veld laten zien dat je daar geen last van hebt. Ja, om nou te zeggen dat wij veel de kranten lazen. Nou ja, dat moeten alleen de Nederlandse jongens gedaan hebben. Want de buitenlandse jongens, ja. En die hadden we aardig wat dat seizoen. Ja, die konden geen Nederlands lezen, dus wat dat betreft was dat wel heel erg prettig. Ja, het was een beetje op dat moment was het een beetje Ajax tegen de rest. Want Ajax sprak arrogantie uit op dat moment. Hè. Wij zijn de beste en wij horen kampioen te zijn. En ja, die waren niet gewend dat zo'n provincieclubje dan maar eventjes met het prijsje er vandoor zou gaan. En ja, die druk van hun kant werd zo groot dat op een gegeven moment heel Nederland een beetje tegen Ajax werd. En dan, voorafgaand aan het uitduel tegen AZ Alkmaar, wordt de spelersbus van FC Twente ter hoogte van, o toeval, Amsterdam bekogeld met stenen. Ja, het gebeurt allemaal. Ik bedoel, maar voor hetzelfde geld vallen er gewonnen. En nog erger, het is gewoon een poging tot doodslag of weet ik veel wat. Het was een beetje beangstigend eigenlijk, want we wisten wel dat we een goede ruit hadden in de bus. Nou, dat bleek wel, want die ruit was nog heel. Maar het was een hele gerichte actie op de bus van ons. Ja, dat hakte er wel in, moet ik zeggen, al was het wel echt vlak voor een wedstrijd. Dus je bent er wel heel erg met die wedstrijd bezig. En die wedstrijd tegen AZ wordt verloren. Met 1-0. En daar wordt FC Twente ook nog eens een glasheldere strafschop onthouden. We hebben verloren. Scheidsrechter. Hensbal. Ja, die wedstrijd kan ik me inderdaad voorhouden. Dat was echt zwaar onterecht. Want ik bedoel, volgens mij waren die wedstrijd zeker niet minder. En hadden we recht op een penalty. Ook iedereen heeft het gezien. Alle spelers, alle supporters, alleen de scheidsrechter niet. Nou ja, dat was een rode kaart en een penalty. Ja, kijk, achteraf maakt het allemaal niet uit en interesseert het me eigenlijk ook niet zo heel veel, want we zijn kampioen geworden. Ja, kijk, als je net op 1 of 2 punten dan niet wordt, ja, dan is zo'n moment natuurlijk wel heel belangrijk. Dan blijf je daaraan denken. Morgen deel 2. Onder andere over de rol van trainer Steve McLaren. Zijn kracht was zijn warmte en zijn persoonlijkheid.
bedoel, hij kon een arm om je heen slaan. Bedoel, hij kon je slecht nieuws brengen. En terwijl je daar dan wegliep en dacht van, nou, weet je, het valt allemaal wel mee. Ik snap het wel.